Jo Willems houdt zich reeds 20 jaar bezig met surrealisme. Astrid Meijs vroeg hem hier wat over te vertellen. Beste kijkers, welkom. Met een knipoog naar Dalí, zo heette een van de exposities gehouden door Jo Willems. Jo Willems is in Langeboom geboren in 1954. Hij houdt zich al 20 jaar bezig met surrealisme. Jo, surrealisme, Dalí, leg eens uit. Nou, Dalí heb ik leren kennen ongeveer toen ik 5 jaar bezig was. En die fascineerde me zo ontzettend wat die vent deed met zijn surrealisme en met zijn droombeelden. En ik denk, ja, shit, er moet een weg zijn. En ik dacht, wat kan ergens? En ik ben ermee begonnen en ik heb gelukkig dagdromen. Misschien doe ik de helft van mijn jeugd dagdromen, maar het komt er. En af en toe, ik weet ook niet wat het vandaan komt, maar het is er. En het is leuk om te doen. En het publiek, ja, god, dat was heel leuk voor. En je bent er ook in geschoold, hè? Je bent ook naar de kunstacademie geweest. Ja, daar heb ik, eens kijken, in 1981 heb ik mijn eigen voor het eerst aangemeld. In Arnhem ben ik afgewezen, toen heb ik een tijdje lang een vrije academie gevolgd in Veldhoven. Toen ben ik weer terug geweest in Arnhem voor die academie, ik ben eigen weer aangemeld. Toen ben ik dus aangenomen op grond van kunde en motivatie, dus ja, dan stroomde ik lekker in. Met gevolg dat ik het jaar dat ik er al zat, al zelf in de examencommissie zat. Zo. Dus ja, dat ging lekker. Maar ja, bedoel, het jaar erop, ik leefde in een kringetje, want ik had al een richting gekozen toen ik daar was. En hun wouden mij abstraheren, zoals dat dan zo leuk heet. Abstraheren? Nou, ik moest steeds meer met een grotere en grovere kwast gaan werken en steeds dikkere klodders verf. En god, daar hou ik absoluut niet van. En ik wil de techniek wat fijnschilders in zich hebben, wil ik gewoon handhaven. En ik denk wel dat ik onder de categorie fijnschilders val. Dus, en toen, ja god, toen kwamen ze bij me, ja sorry joh, maar dan kunnen we jou niks meer leren. Ik had de techniek onder mijn knie en verder, ja inderdaad, ik ben autodidact bezig veel. Ik heb al die 2 jaar gehad, maar dat is gewoon leuk geweest voor technieken. En hoe kom je nou aan jouw ideeën? Nou, ik lees wel eens iets, ik zie wel eens iets en god, titels van liedjes en ja. Daar inspireer ik me in en dan ga ik op deur breien en dan denk ik, ja, dan heb ik het idee klaar. Maar ik werk misschien heel raar, ik werk met mijn hoofd en daar is eerst een tekening opgebouwd en als ik daar klaar heb, dan kan ik hem op papier zetten. Dan ga ik schrijven met dingetjes en ja, de schilderij heeft echt evenwicht nodig. Dus ja, is dat klaar op papier, dan zet ik op doek, ga ik filmen. Maar ik bedoel, er zijn veel mensen die vragen, hoe kom je erop? Dan moet ik gewoon aan het woord schuldig blijven. En wanneer is bij jou een schilderij af? De schilderij is bij mij af als ik er de Jo onder heb staan en dan zet ik dan een kroontje op en daar staan de Wever Willems. En dan is bij jou een schilderij af? Ja, dan ga ik ook op de achterkant de titel zetten en de maand en het jaar. En dan doe ik ook eigenlijk niks meer. Ja. Alles in lijsten dus. En heb je ook interesse bijvoorbeeld in andere schilders? Jawel, jawel. Stijlen? Jawel. Maar dat gaat meer naar het realisme. Want het realisme, ik bedoel, je moet dingen kunnen herkennen en dat vind ik zelf heel belangrijk. Ik probeer altijd voor het publiek een behoorlijk aantrekkelijk schilderij te maken, maar het zit een hele hoop van mijn eigen in. En ja, het is een verhaal op zich. Ik heb ook schilderijen wat eigenlijk het publiek het verhaal moet maken. Ik krijg een hele mooie woord te interpreteren, vind ik dat zo leuk. Maar de realist hier wel. Ik moet geen geklodder hebben. Ik moet kunnen zien wat het is en ik moet eigenlijk voor schilderij 3 keer terug kunnen komen dat ik eigenlijk weet wat het is. Maar dan wel alles herkenbaar. Want als ik dan die Dalí mag halen, ik bedoel die olifant op die muggenpoten, nou ik vind het fantastisch waar hij presteert. En gepresteerd heeft. Nou, hij is inmiddels overleden, jammer genoeg. Maar. Ja, ja. Dalí is in principe toch een. Ja, dan sowieso al een wereldberoemd kunstenaar. Zonder maar het surrealisme is bij hem echt zo van. Grote fantasie. En uit... Nou, als je dus het surrealisme om moet zetten in woorden, surrealisme is kunst die de werkelijkheid met voorstellingen vanuit het onderbewuste vermengt. Oei, dat is een mond vol. Dat is een mond vol. En ik weet niet of je het fantasie kunt noemen, het is meer. Ja.
Kijk, mensen, er zijn ook wel eens mensen bij me geweest die hebben gevraagd van of ik onder invloed was als ik schilderde. Nee, dat ben ik dus absoluut niet. Nee, want dat ben je nooit. Nooit, nee. Jouw kennen ben je nooit. Nee, ik ben wel even hartstikke clean. Ja. Jo, wat is voor jou bijvoorbeeld als ik zeg van, oh, wat is dat kunstig? Is dat voor jou, wat is het verschil voor jou tussen kunst en kunstig? Of is er een verschil of geen verschil? Er is een heel groot verschil tussen, ja. Kijk, mensen die maken kunst, dan zijn mensen die zijn ontzettend kunstig bezig. Als ik zie, net als realisten, die zijn kunstig bezig. Het gegeven is er. Ik zal nooit een voorbeeld bij me neerzetten van dit moet ik eens naschilderen, tenzij ik met portretten bezig ben. Maar ja, straks zie je wel lang dat portretjes. Dat doe ik vanaf foto, want anders moeten die mensen veel te vaak terugkomen en veel te lang gaan zitten. Veel te gedetailleerd bezig ben. Maar dat is kunstig. Kunst is iets brengen wat eigenlijk niet bestaat en toch te herkennen is. Mm. En wat nog niemand gemaakt heeft. Zullen we samen eens naar een paar van jouw schilderijen kijken? Ik vind het best. Goed zo. Ja. Jo, dit is jouw domein, hè? Dit is jouw atelier. Hier staan al jouw kunstwerken. Nou, allemaal, maar verschillende. Verschillende. Jij houdt ook exposities, hè? Jawel, ik ben wel lekker bezig zo. Ja. Op het moment lig ik een klein beetje stil, alleen het feit dat ik een nieuwe collectie bij elkaar wil hebben. En ja, god, de eerste die het ziet is denk ik de bevolking van Mel. En ja, ik ben in België bezig om door te exposeren. Bij Paas heb ik in Roosteren geëxposeerd op de Belgische grens. Ja, zo wil ik zo zakjes aan over de grens gaan. Maar ja, Amsterdam, Lelystad, Eindhoven, Nijmegen, verschillende grote steden ben ik al geweest. Dat is leuk. Ja. Ja. Jo, vertel eens even over, leg eens één schilderij van jou uit bijvoorbeeld. Kun je een schilderij pakken waarvan je dan zegt van, god, de titel bijvoorbeeld. Nou, ik zit hier net tegen mijn recentste schilderij aan te kijken en dat vind ik al een heel leuk gegeven. Ik zal er dadelijk even bij pakken. Ik zal eerst even de titel noemen. Dat heet dan, terwijl ik langs de kust liep, ging even de hemel open en dit is wat ik zag. Onbegrijpelijk voor het publiek natuurlijk. Ja? Maar ja, het is, ik vind het een heel leuk dingetje. Het is een beetje spelen met perspectief. En je moet je eigen zo wanen dat je dus plat op de grond ligt en je kijkt omhoog, je ziet overal kozijnen langs je oplopen met een bal erin en elke bal die blijft zwaaien. Dus de ene is ver weg, de andere is dichterbij natuurlijk. En ja, god, ik heb dan alles aangepast in zandkleur, alleen dit is puur voor het publiek. En zeg de titel nog eens een keer, joh. Terwijl ik langs de kust liep, ging even de hemel voor me open en dit is wat ik zag. Dus nou, en, ik heb er zelf ook wel schrik van. Ja. En ik heb natuurlijk heel gauw gekeken naar het schilderij wat daar achter hangt, waar je nu mee bezig bent. Dat is ook iets met. Ja? En daar zie ik eigenlijk toch ook, ja, hoe moet ik het zeggen? Toch religieuze. Jawel, ik heb zo een leuk boek gelezen over de monnik. Ik weet niet of iemand het kent, maar het heeft te maken met de inquisitie en ja, hij heeft me toch wel aangesproken. Ja, god, en het is een kerkelijk tafereeltje en ja, ik probeer toch wel een beetje te spelen met dingen. En ja, perspectiefisch gezien wil ik heel leuk spelen en ja, god, het is het beginstadium van zo'n schilderij, dus... Maar ik ga lekker door, tot af is. En als dit klaar is, ja, dan probeer ik een mail te exposeren dus. Dat vind ik wel leuk. Dan komt dit dan ook te hangen. Het hangt er gewoon vanaf wanneer ik een mail kan exposeren als dit schilderij af is. Als het schilderij klaar is, dan ga je exposeren. Daar ga ik tenminste over hebben met Marienweert en dan kom ik door exposeren. Ja. Jo, naast natuurlijk je autodidactische kwaliteiten. Mm-hmm. Heb je ook didactische kwaliteiten, hè? Vertel eens wat over de tekencursus die je gaat organiseren in september. Nou, daar wou ik dus de jeugd voor oproepen van de laatste klasse van de derde, vierde klas. Ja, groep 7, 8 en 9 of iets, weet ik veel. Dat is denk ik groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Ja, en van de gemeente Mel, als ze interesse hebben in leren tekenen en of schilderen, dan met genoeg animo, ik denk aan minimaal van 15 kinderen. Nou, dan kunnen ze terecht. Ja. Ze hoeven er eigenlijk voor op te geven en ze horen dan wel.
Dus jongens en meisjes van de basisscholen groep 6, 7 en 8, als jullie interesse hebben in een tekencursus, dan kunnen jullie je opgeven bij jeugd- en jongerenwerk en vragen naar Jeanette. Zij heeft alle informatie van jullie. De cursus begint in september. Bij genoeg deelname, dat wil zeggen als er minimaal 15 kinderen zich daarvoor opgeven. Jo, ik hoop dat de cursus gaat lopen en dat jouw expositie in Mail heel goed te zien is. Dank u wel, ik doe mijn best. Goed zo, ja. Bedankt. Okay.